En de nieuwe prijs van het kunstmest Ureum is vastgesteld op 160 SRD voor een zak van 50 kilogram. Dit is overeengekomen door minister Rabin Permisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij en het reisbedrijf De Ramadin & Sons in het district Nikeri. De boeren klaagden geruime tijd over de hoge en onstabiele prijzen die de importeurs hanteren voor dit product. Het vorige seizoen was de prijs 175 SRD voor een zak kunstmest en de afgelopen weken is de prijs gestegen naar 225 SRD. De verlaging van het ureum moet volgens de minister ervoor zorgen dat de paddyverbouwers minder onkosten hebben. Verder kan deze nieuwe prijs voor een verhoogde productie en grote winstmarge zorgen. Het ureum zal deze week beschikbaar zijn voor de verkoop.